Goedemorgen, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik begin de dag met een ontbijtje van Chewy in Shape. Dit zijn muffins en zoete aardappelwafeltjes. Ik ben benieuwd. Goedemorgen, kleine snoes. Hey. Hebben we lekker geslapen? Ja of nee? Ik hou zoveel van jou dat als ik naar je kijk dat ik kan exploderen. Hoe kan je nou zo fucking schattig zijn? Dat is niet normaal. Oh mijn god, ik explodeer. Je bent zo schattig. Je bent zo schattig. Ik kan jou wel opeten. Hey. Ik kan jou wel opeten. Ga maar even lekker een flesje drinken. Een flesje drinken. Of gaan we chillen, billen? Wat wil je doen? Jij mag het zeggen, maar je kan nog niet praten. Dus wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hoort het een flesje drinken of nog even chillen? Vertel het maar aan mama. Vertel het maar aan mama. Oké, we gaan huilen. Wij gaan een flesje drinken. Je hebt het goed verteld. De schoonmaakster is hier. Ik ging met een rotgang alles opruimen hier. En de wasjes draaien. En nu is ze bezig en ging de video editen. En moest ik ook nog mezelf klaarmaken. En zei Alice, die wilde niet slapen, maar die slaapt nu eindelijk. En ik heb nog niet gegeten, dus Lars is nu onderweg naar huis en die neemt een broodje mee en ik kan niet wachten tot hij er is. En daarna gaan we meestal een cadeau ophalen, want meestal is vandaag echt jarig. Hij is vandaag 3 geworden. En daarna gaan we naar Mees toe en dan gaan we nog even een taartje eten en zijn cadeau brengen. Ik ben echt zo dankbaar voor het feit dat ik weer kan plassen, dat ik het maar gewoon ga filmen. Want ik dacht echt na mijn bevalling dat ik nooit meer normaal zou kunnen plassen. En nu, zeg maar, ik weet nu pas wat voor luxe het is om op een toilet te kunnen gaan zitten en gewoon te plassen. Heerlijk. Ik smelt zo erg als ik mijn lieve snoesje hier zie slapen. Toeti floeti. Wij zijn even bij Macy langs geweest, want die was vandaag echt jarig. Maar goed, we waren eventjes naar Macy's verjaardag. En nu gaan wij voor de allereerste keer, sinds dat ik niet meer zwanger ben, bij Loetje eten. En daar heb ik zoveel zin in. We zijn thuis. We gaan lekker een potje jatsee en dan lekker naar bed. Bed is weer schoon. Zo lekker om dan lekker naar bed te gaan. Heb je nog een beetje gewonnen? Nee, we zijn het afgelopen deel goed. En die andere twee moeten nog 4 minuten. Dan zit er 1 nog voor. En dan nog 20 minuten zit er ook 1 nog voor. Heb je combinatie gedaan of alle 3 los? Combinatie. Alle 3 goed, ja. Dat heb je nu toch bijna? Ja. Mooi. Het zijn een beetje fout gaan. Wat zeg je? Een beetje fout gaan. Nou, lekker negatief gedacht. 2, 3, 4, 5. 6. Een grote straat. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En dit is de outfit. Een zwart topje van de Hema met een Nike sportbroek en een klemblowmasker. Het is 11:45 alweer en Sarah Lizzie had vanochtend eventjes een lastig ochtendje. Ze slaapt nu lekker, dus ik ben in bad geweest. Snel even een maskertje opgesmeerd en ik ga nu ontbijt maken, want ik val bijna om. En het is echt heel slecht, maar Red Bull boord, onze koelkast is zo triest. Ik moet ook echt boodschappen gaan doen. Er staat letterlijk niks in. Maar ik heb daar echt eventjes geen zin in. Want ze slaapt nu. Dus ik ga er niet heen en weer slepen. Dus het wordt, denk ik. Ik ga denk ik eitjes koken. Is dit nog goed? 6, 9. Ja, dat is nog goed. Filet. Eitje koken. En een Red Bull. Ik koop dus heel vaak gewoon met boodschappen doen. Neem ik bij de Albert Heijn gewoon van die bosjes bloemen mee. Maar geen grap, ze staan nu bijna een week en ze zien er echt nog mooi uit. Terwijl
ik echt wel eens bloemen bij de bloemist ga halen. Zo'n bosje kost letterlijk, weet ik veel, dat zijn er dan 3 euro per stuk. Soms ga ik bij de bloemist voor 40 euro bloemen halen. En na 2 dagen dan hangt alles helemaal slap naar beneden. Ik heb het nieuwe palet van Anastasia bij Fridels binnengekregen. Oh, zonde. Er heeft een beetje... Dat is dus het enige minpunt wat ik aan die paletten vind. Want verder zijn ze allemaal echt super mooi. Maar dat het van Velvet is. Dus dat het heel snel vies wordt. Want nu heeft er ook een beetje oogschaduw al soort van gelekt. En dan komt dat hier op. En dit wordt in je make-up tas, wordt het niet mooi. Maar het voelt wel heel lekker. En dit zijn de nieuwe kleuren. Veel glitter. Deze is heel mooi. Ja, ik heb zin om hier wat leuks mee te maken. Love it. En daar ligt mijn frummeltje, die lekker van mij is. En van niemand anders. Zo, Sarah-Lizzie ligt in bed. Ze wil nog niet echt slapen, maar oké. Ik doe nu een poging om elke keer gewoon om de 5 minuutjes naar haar kamer te gaan. Als ze nog niet slaapt, eventjes te aaien, speen erin te doen, niet eruit halen. En dan slaapt ze meestal naar een kwartiertje toch. Ik heb me ook even omgekleed. Deze broek en deze trui zijn allebei van Sarah. Ze ligt zo vaak in bed te creepen met haar ogen open. Zie je, gewoon wijd open gespeurd. Nou, letterlijk nog geen 5 minuten later. Oeh. Ik wou zeggen, en ze slaapt. Maar ze bewegen nog wel erg veel. Oh, de ogen zijn weer open. Oké. En ik heb me voor de verandering weer even omgekleed. In deze jurk. Dit is echt zo mijn favoriete jurk. Hij is nog steeds van H&M. En nog steeds van een hele tijd terug. Dus hij is niet meer te verkrijgen. Maar dit is echt mijn lievelingsjurk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren niet meer gefilmd, maar we hadden even een afspraak. En daarna kwam Daniek eten. En daarna was het een beetje drama hier. Dus toen ben ik lekker naar bed gegaan. Tegen middernacht. En vandaag ondert het mega hard. Dus wij zijn eigenlijk al de hele dag gewoon met z'n tweeën binnen en thuis. En nog in pyjama. Oké? Lekker in onze pyjama. En ik heb nog niet ontbeten, dus dat ga ik ook maar eens doen, want ik ga anders dood. Letterlijk. Hé, hey, snoetel, wat zie je daar? Wat zie je daar? Wat is dat? Wat zie je? Wat zie je allemaal? Wat is dat allemaal in jouw box? Ik had even lekker gedoucht. Toen dacht ik, ik smeer weer even een maskertje op. Maar zoals je hoort is mijn kind ontroostbaar. En ik ga er nu even zorgen dat ze stil is. Maar goed, ik pakte er dus net op. En toen ging ze headbangen tegen mijn kin aan. Zoals je nu ziet. Oh, popje. En toen zat het hele masker dus in haar haar. Ik heb er een foto van gemaakt. Maar goed, toen probeerde ik het eruit te krijgen en dat lukte dus niet echt. Dus nu zitten er allemaal glitters in haar haar. Oké, slechtste vlogger ooit. Ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd. Gisteren onweer dit hele dag ben ik letterlijk de deur niet uit geweest. Vanochtend ben ik wel de deur uit geweest, maar ik was mijn camera kwijt. En die lag dus onder deze stoel in de babykamer. Dus ik heb hem gevonden. Ik was naar Bodyfix en ik ben naar kantoor geweest voor pakketjes. En die ga ik nu unboxen. En Lars komt zo naar huis. Ik heb nog niet gegeten. Het is bijna 2 uur. Sarah-Lizzie slaapt. En hij komt zo thuis met eten. Ik moet nu het stomste ooit doen. Naar de tandarts. En ik ben een kwartier te vroeg. Dus eerst moet ik wachten en dan moet ik naar de tandarts. 2 niet zo leuke dingen in het leven. En daarna ga ik naar Pilates. Oh my god. Doe mezelf ook aan, hè, op zo'n dag.
Man, man, man. Zo, ik ben net van de tandarts. En leuk is anders. Maar ik ben in ieder geval niet aan het huilen. Ik heb namelijk echt een hele leuke, lieve tandarts. Ik zit dus bij Lasse's tandarts, hè. En ik had vandaag afspraak met Marjolein. En zij is... ik heb haar vorige keren ook gehad. Zij is zo geduldig. En legt alles gewoon zo goed uit. Dat je... Ja, ik heb nogal een fobie voor tandartsen door... Dat ik vroeger altijd naar een tandarts moest die redelijk hardhandig was. Dus haatte ik de tandartsen echt. Alleen nu ik bij Lasse's tandartsen ga, is het dus echt... zit in Amsterdam trouwens, en volgens mij 3 vestigingen. Is dat echt volledig omgeturnd. Nou, het is niet dat ik nu met plezier naar de tandarts ga, maar ik vind het toch wel gezellig. En ze is heel aardig en dus... Geen probleem. What the fuck? Oh my god. Pilatus en ik. We zijn geen vrienden. Oeh. Het was ook nog eens hot Pilatus. Nou, ik had nog niet eens iets bewogen en ik dacht dat ik dood ging. Oh my gosh. En toen moesten we dus nog gaan bewegen. Ja, ik trek het allemaal niet. Ik ga nu naar huis. Nou, ik heb er een nieuwe vriendin bij. What the fuck is dit? En ik kwam thuis van Pilatus. Dus het was echt zo zar. En toen kwam... toen ging Lars net naar de kapper. Maar zijn moeder was er gelukkig. Want Sarah-Lies had een soort van aanval. Ze ligt nu net een minuut stil in bed. Dus ik kon even gelukkig lekker douchen en eten. Ik had een pokeball besteld. En ik ga lekker nu naar bed. Ik... ben klaar met, ik ben helemaal kapot gewoon. Ik ben echt eventjes aan het eind van mijn Latijn. Echt, je weet gewoon dat een pasgeboren baby zwaar kan zijn. Maar echt weinig slapen gaat je echt opbreken. Goedemorgen, die ligt in de badkamer, denk ik. Ja, ik heb net in de omlaag. Hoe verschrikkelijk gisteren was, hoe goed was vannacht? Want ze had van... 12, we sliepen al voor 12 uur trouwens. Toen kwam ze om 12. Toen kwam ze om 6 en daarna kwam ze om 9. En toen heeft ze nog even geslapen. Dus nee, toen kwam ze om 8. Ja, ze kwam om half 8. Half 8, ja. Toen lag ze bij mijn bed eigenlijk heel vrolijk. En na 3 minuten zag ik de ogen weer zo houden. En dacht ik, hm. Toen viel ze gewoon zonder speen, zonder slaapzak. Gewoon spiegel zo naast me slaan. Dus toen hebben we nog even geslapen. En nu zijn we onderweg naar het consultatiebureau, want ze krijgt de prikjes. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ze is vandaag zo vrolijk en lief. En we zijn net nog even onder de douche geweest. En straks wordt alles verpest door het feit dat ze... Misschien reageert ze er wel, man. Ja, misschien moet ze lachen als ze een prik in haar been krijgt. 2. Nee, daar gaat ze sowieso even huilen. Maar ik bedoel meer voor daarna. Sommige kindjes krijgen koorts of... Ja. We zijn echt niet te genieten, maar dus daar moeten we ons ook op voorbereiden. Maar ik hoop dat ze gewoon goed reageren. Die prik gaat sowieso ervaren, maar dat is gewoon puur van de schrik. Dat duurt een paar minuutjes. Ja. Het is het. Wat zeg je? Heb ik jouw baby wakker gemaakt? Ach, jochie toch. Wat zeg je? Kan ik haar in slaap brengen? Ja, is in slaap brengen. Dat kan ik. Ze heeft de prikjes gehad. Het viel op zich nog wel mee. En ik heb net de bevallingsvideo opgenomen. Dus die staat online. En ik ga nu boodschappen doen. En oh jezus, verkeerde kant op. En Lars' baby is wakker. Dus ja, dat is echt vervelend. Goedemiddag, ik ben in Rotterdam en mijn moeder is bij ons, want die ging op vrouwbordje passen. En ik ben in Rotterdam, want ik ga nu naar Piet en Daan en wij gaan daarna lekker naar Lars, een wedstrijd kijken. Dus dat is leuk. Dat is een leuke dagbesteding. Zo, jasje aan. Het begint te fris te worden deze dagen. En nu lekker eten bij Piet en Daan. Waarschijnlijk zal het dus friet worden, want die eten niks anders. Wij zijn onderweg naar Sparta. En wat hebben we gegeten?
Mag patat! Ze net van het kramen, bij bitches geen hoofd. Ben je in een let, een Charles Stormy Perry. Die koude ammoniak, die flis die lella in de pers. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb deze week zo ontzettend slecht gefilmd, want we waren naar Rotterdam. En ik had mijn camera daar laten liggen, dus gisteren toen heb ik Piet en Daan meegenomen. En toen kwamen ze namelijk oppassen op Sarah Lizzie, want wij hadden een etentje van Lars' vader en zijn vrouw. En het is die zondagochtend, Lars is nou boodschappen doen. We gaan even lekker ontbijten met z'n allen, met z'n tweeën dus, en Sarah Lizzie. Ze heeft vandaag goed geslapen, dus ik ben blij. Ik ga vandaag heel veel voor jullie proberen te filmen. Want ik heb dat niet goed gedaan deze week. Dus, klaarmaken. Vandaag 3 shows van Fashion Week. En Lars is vandaag dus alleen met de frummel. Had jij zo goed geslapen, hè? Lekker dingetje van mij. Lekker dingetje van mij. Oh my godje, I love you so much. Jij bent gewoon mijn kind. Joepie, ja jee. Joepie, ja jee. Hoe kan je nou mijn kindje zijn? Hoe kan je nou mijn kindje zijn? Oh. Lekker ding. Soms word ik gewoon helemaal gek als ik naar de kijk. Dan moet ik daar helemaal fijn knijpen en door elkaar schudden en opeten. Maar dat doe ik niet, want dan ben je toch te lief voor, hè, Iepje? Poepie, floepie. So, Lars, today, what are you wearing? Dolce. 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 And what are you wearing, Zara? Cashmere. Cashmere, okay. Cashmere Dolce. I love it. Yeah. I put on a really nice suit of Juicy Couture for the occasion. It's really nice, I love it. It's just totally complete. Yes, what do you want, babe? Oh, nee, leuk dit glas. Ook. Yeah, just what do you want? Ik wil lekker cola's om mij. Just tell me, what do you want? Ik wil lekker cola's om mij. Nee, ik heb zelf al water gepakt. Nou, bedankt dat ik ook wat mag drinken, want daar heb je ook niet aan gedacht. Nee, maar ik wil cola's afstaan. Oh. Oké, nou, iets makkelijks, schatje, patatje. Jij ook. Nou, we zijn er hoor, Fashion Week Amsterdam. Yay! Santé! Top, dankjewel. Dankjewel. Bon appetito. Wij zijn tussendoor even gaan eten bij Bella Vista. En straks de show van Lizzie. Even een beetje licht creëren hier. Oh, ik ben dus met Juna 3 shows geweest. Die van Lidl, die van Zoe Carson en die van Lizzie. Le Café Noir was echt zo leuk. Het zag er echt vet uit. Het is echt de leukste show die ik heb gezien vandaag. En nu wacht ik even op Gio en dan gaan we lekker naar huis. Want ik mis Sarah Lizzie zo erg. Ik ben al vanaf 2 uur 's middags weg vandaag. Het is nu bijna 9:30. Ik kan het niet aan. Ik moet naar huis. Oh mijn god. Er zijn allemaal leuke feestjes. En aan de ene kant zegt mijn ene Monica in mij zegt... Dat is zo leuk. Ga lekker even en wees sociaal. En de andere Monica en mij zegt... Ga even naar je fucking kind toe. Oh my god. I cannot. Oh, hier komt aan met 2 tassen. Hi meid. Wat heb je meegenomen? Ja, ik zag goodie bags met chocola en snoep. Oh, zo. I like your style. Thanks, Lizzie. Ik ben weer thuis en ik realiseer me dat... deze week zo kut was qua filmen. Dus ik plak er gewoon een Q&A achteraan. Dus ik ga nu vragen op Instagram of er mensen zijn die vragen hebben. En dan ga ik die nog eventjes erachteraan plakken. Omdat de rest van deze week vlog mega... Verzin jij ze leuk bijvoeglijk naamwoord? Of weet je niet wat een bijvoeglijk naamwoord is? Oké, wij gaan lekker slapen. En ik...
ja, de Q&A gaat verder. Doei. Zo, bizar slechte nacht gehad. Zo, Lucy wordt heel vaak wakker. Lars en ik hadden allebei nachtmerries. Het was niet chill. Maar goed, ze slaapt nu eindelijk weer na de ochtendvoeding. Ik ga me klaarmaken. En ik ga nog een Q&A opnemen, want het is vandaag maandag. En normaal gesproken sluit ik de vlog tot af op zondag. Maar omdat ik zo weinig had gefilmd, doe ik er een Q&A bij. Dus dat ga ik zo opnemen, niet met dit hoofd. Dus ik ga hem even klaarmaken. Ik heb me snel aangekleed en klaargemaakt. En ik ga nu richting Danique, mijn babyzusje. Want de schoonmaakster komt hier. En Danique is thuis ook aan het werk. Dus ga ik daar lekker editen en een video opnemen. En want ik vind het niet zo chill om hier thuis te werken als de schoonmaakster is. En Lars die gaat vanmiddag uit zijn training toch gelijk naar een afspraak om weer te gaan sportvasten. En ik kan beter een afspraak gaan om mijn haar niet zo touwachtig eruit te laten zien. Inmiddels ben ik aangekomen bij Danique en zou ik nog even de Q&A opnemen. Ik heb een poll gedaan, of tenminste een poll, zo'n vraagstel ding op Instagram. Dus ik ga daar gewoon even alle vragen, of tenminste alle vragen. Ik ga daar een aantal vragen van pakken. Dus we gaan het eventjes zien. Hoeveel kilo's ben je aangekomen toen je zwanger was? Nou, ik moet dus eerlijk zeggen dat ik geen weegschaal heb. Die zou ik wel graag willen. Of niet. Want ik denk niet dat ik er heel blij van word. Alleen het valt op zich wel mee, heb ik het idee. Ik denk dat ik in totaal 10 max, 13 max 15 kilo ben aangekomen. En ik heb wel het idee dat dat er eigenlijk wel weer af is. Ik ben net zo dik als dat ik daarvoor was. Dat raak je best wel snel weer kwijt. Maar ik ben er dus denk ik max echt op z'n allermeest 15 aangekomen. Dat valt best wel mee. Je hoort soms verhalen van vrouwen die 30 kilo aankomen of zo. Dat is wel heftig en ook wel lastiger natuurlijk om eraf te krijgen weer. Als je één celeb zijn of haar leven mocht overnemen, welke celeb zou je kiezen? Welke zou jij kiezen, Daan? Wat? Welke beroemdheid je de leven over zou willen nemen? Het leven. Ik liever Kylie Jenner dan Kim. Omdat Kylie leuke dingen doet met make-up en zo. Ja, Kim nu ook. Maar Kylie is nog lekker jong. En Kim die doet er ook echt veel aan om in shape te blijven en gezond te eten. En die woont in zo'n kil huis. En Kanye lijkt me ook geen leuke man. Nee. Ja? Ja, nee, dat begrijp ik. Nee. Ik zou ook echt op deze willen zijn en dan ben jij Katie. Ja, dat snap ik. Dat en je dat zou willen. Dan John. En dan is Peter Steven. Ja, lekker. Nee, dat zou ik niet willen. Dan is Peter alsnog Kylie. Ik zou Kylie willen zijn. Of Courtney. Want dan heb je echt een hele lekkere ex. En leuke kiddies. En Courtney werkt verder niet. Die chillt hem gewoon de hele tijd. Ja, die is wel altijd stond te klein. Ja, ze is wel altijd zachtje, ja. Nee. Ik ook, dus. dan hoef ik niet zoveel te veranderen. Hoe oud ben je? Ik ben 23. Als je nu voor een jaar gratis mocht gaan studeren, wat zou je dan doen? Mij lijkt het leuk om journalistiek te gaan studeren, sowieso. Ik denk er ook echt vaak over om een opleiding te gaan doen. En omdat ik gewoon echt relatief veel tijd heb. Dus dat lijkt me echt, echt heel leuk. Maar aan de andere kant denk ik dan, ja, ik ga het niet doen. Dan heb ik gewoon geen zin in. Ik ben gewoon te lui. Maar de wil is er wel, maar ik ben gewoon hondlui. Dat is echt zonde. Ik heb wel werk voor je. Heb je wat werk voor mij? Ja. Ja, dat begrijp ik. Dan heb ik nieuws voor jou. Gaan hier gebeuren. Mijn favoriete kledingwinkel. Most.nl. Ik durf niks anders te zeggen hier. Hoe gaat het met je conditie en ben je snel moe? Nou, mijn conditie, ik ging 2 weken geleden voor het eerst hardlopen. Ik kon letterlijk niet langer, het is niet overdreven, niet langer dan 1 minuut achter elkaar hardlopen. Dan ben ik echt helemaal kapot. Echt verschrikkelijk. Wat zeg je? Dat is best wel gek toch? Nee, ik kan niet eens een minuut. Ja, ik ook niet. 40 seconden misschien. Willen jullie nog een kindje? Nou, die vraag krijg ik echt zo vaak. Maar eigenlijk is dat nu niet de planning. Maar snap ik wel steeds beter nu zij groter wordt. En ze is letterlijk nog maar 8 weken. Dat je denkt, oh, zo'n klein hummeltje is echt zo leuk.
En ik kreeg ook veel, ik heb trouwens heel veel leuke reacties gekregen op de bevallingsvideo. Dus bedankt daarvoor. En ik kreeg ook heel veel vragen van dat ik eigenlijk niet heb verteld hoe het daarna was. Maar ik denk dat dat trouwens ook wel even goed is om te vertellen. Ik was na de bevalling trouwens, of namelijk helemaal niet zo heel erg euforisch. Soms dan hoor je dat mensen echt compleet soort van, ja, huilend van geluk een kindje in de armen nemen en weet ik het wat. En ik had dat dus echt totaal niet. En ik dacht echt van, Jezus, Minezus, wat... Ik heb net zoveel pijn gehad. Ik heb hier helemaal... en ineens heb je een kind in je hand. En pas later kwam dat besef een beetje. Maar dat kwam denk ik ook wel omdat ik nog een beetje high was van de morfine. Dus ik was niet echt happy de peppy. En daarna heb je dus de nageboorte. Daarna heb je nog hechtingen. En wij wilden heel graag stamcellen af laten nemen vanuit de navelstreng. En daarvoor moest ook bloed geprikt worden bij mij. Dus daar had ik echt geen zin in, want ik haat infusen en bloedprikken sowieso. Dus nou, toen hadden we, nadat Sarah-Lise geboren was, moest ik alsnog, krijg je dan weer weeënopwekkers omdat je placenta eruit moet. Dus dan gaan ze keihard op je buik drukken en dan gaat dat vieze gore ding. Tenminste, ja, oké, het is allemaal natuurlijk. Ik wil de reacties vermijden van het is niet gehoord, het is van je eigen lichaam en zus en zo. Het heeft 9 maanden lang je kindje gevoed. Ja, oké. Maar ik vond het er gewoon echt goor uitzien. ja, ik word soms zo moe, hè, dat je niks kan zeggen en dat je altijd gezeik krijgt in die comments. En ik ga het er ook gewoon in laten, ik word er helemaal ziek van. En nou, dus die gore placenta kwam eruit. En toen moest ik daar, moest ik, ondanks dat ik niet was uitgescheurd en niet was ingeknipt, wel gehecht worden. Omdat ik wel een beetje schaafwondjes had aan de binnenkant van de VJJ. Nou, dat deed zoveel pijn. Ze gingen ook echt pas na 2 uur hechten of zo. Dus alle adrenaline en de euforie en alles was eruit. Ik was gewoon dood en doodmoe. En toen gingen ze met een naald en draad. Ja, sorry. Het leek letterlijk alsof er een dikke breinaald dwars door mijn clitoris heen werd geracht. Het was het verschrikkelijkste ooit. Vooral omdat je denkt, ik ben van die pijn af. En dat was ik dus toch niet. Dus letterlijk, elke keer dat die naald zo in dat vlees ging. Oh mijn god. Begon ik gewoon te schreeuwen als een debiel viswijf. Gewoon echt, zat ik zo. En dan zag ik zeg maar dat ze die naald met draad zo omhoog haalden. Tussen mijn benen door. En er zat allemaal bloed aan die draad natuurlijk. Nou, ik werd er helemaal onpasselijk van. Kun jij nog een lekker mailtje versturen, schat? En toen dacht ik echt dat ik dood ging. Dus toen zei ik, sorry, maar als ik niet ben uitgescheurd en ook niet ben ingeknipt, hoe nodig is dit dan? In hemelsnaam, want... Kom op. En toen zei ze van ja, je hebt wel een beetje schaafwondjes. Dus het herstel is dan iets langzamer. En toen dacht ik echt, ja, het interesseert me geen reet. Ik had sowieso het gevoel alsof ik dood was. Dus dat ik nooit meer ging herstellen. Dus ik dacht, laat maar. Ik hoef niet meer gehecht te worden. Toen zei ze, ja, je bent nu voor de helft gehecht. Lekker later zo. Ik doe alles in mijn leven voor de helft. Dus ik vind het goed. Maar nu merk ik dus wel af en toe nog steeds dat ik er wel een beetje last van heb. Dus ik had me beter wel gewoon even door die zure appel heen moeten bijten. En wel gehecht laten worden. En toen hadden wij dus ook nog als plan dat wij de stamcellen wilden laten afnemen. En ik ga eventjes, ik heb het eventjes opgeschreven omdat ik niet alles uit mijn hoofd weet. Maar waarom we dat dus hebben gedaan is, de cellen die kun je maar 1 keer in je leven laten opslaan. En dat is bij de geboorte. Ze komen uit de navelstreng, bloed en de placenta. Het brengt op dat moment geen risico's met zich mee. Nou, op een later moment trouwens ook niet. Tenminste, niet dat ik weet. Maar dat kun je dus gewoon risicovrij laten doen. Want het is namelijk te gebruiken tegen bloedziektes, auto-immuunaandoeningen, MS, Parkinson en zuurstoftekort. En de cellen zijn levenslang houdbaar en ze verouderen ook niet. Een kindje die geboren is in 2008, die heeft ook stamcellen bewaard en die bleek autistisch te zijn. En haar cellen worden nu 4 maanden gebruikt en er is al verbetering zichtbaar. Dus mocht je dat soort dingen nou kunnen doen voor je eigen kindje of wellicht zelfs voor een ander kindje, dan is dat ontzettend mooi en sla jezelf eigenlijk voor je kop als je dat niet hebt gedaan. Dus naar mijn idee mag het stamcellen opslaan wel op een
op een hogere plek qua prioriteiten bij de geboorte van een kind. Maar ik merk ook wel dat veel mensen er nog niet zoveel over weten. En ik wist dat trouwens eigenlijk ook niet. Ik was er over getipt. En toen heb ik me er een beetje in verdiept. En toen dacht ik, goh, dus toen hebben we een pakket meegenomen naar het ziekenhuis. En dan na de geboorte moet je dus volgens mij binnen een bepaalde tijd. Ik ben echt wel een beetje de tijdsbesef kwijt van die momenten. Moet je dat dus laten afnemen. En toen kwam er dus een verpleegster naar me toe en die zei, goh, wil je nog, oh nee, we moeten nog even bloed afnemen. Dus ik zei, oh ja, prima, dat is van haar toch, neem ik aan. Niet denkende dat het zwaar liguber zou zijn om een naald te prikken in een pasgeboren baby die een paar uur oud is. Maar goed, dat was dus van mij. En toen dacht ik, nee, dat wil ik echt absoluut niet. Dus toen zei ik eigenlijk van, nou, laat eigenlijk die stamcellen maar zitten. Maar dat was echt puur door hoe ik me op dat moment voelde en ik denk nog door de medicatie. En toen zei Lars echt, toen zei Lars echt van, nee, je gaat het gewoon doen. Je hebt nu die bevalling al gehad. Hoe erg is het om nog twee buisjes bloed af te laten nemen? Doe het alsjeblieft, want je gaat er zo'n spijt van krijgen. En ik denk dat ik echt enorm veel spijt had gehad als ik het niet had gedaan. Dus ben ik toch wel blij dat hij toch nog even tegen me heeft gezegd dat ik het moest doen. Want mezelf kennen had ik anders gewoon al heel makkelijk gezegd, hey, leuk dat voornemen, maar ik doe het niet. En ik kan het echt iedereen aanraden, want het geeft je toch ergens een, ja, het geeft me gewoon een fijn gevoel dat dat is opgeslagen en dat dat gewoon voor altijd houdbaar is. En het wellicht in de toekomst gebruikt zou kunnen worden, mocht dat nodig zijn. Dat hoop je natuurlijk nooit, maar dan heb je er in ieder geval al preventief iets aan proberen te doen. Ja, klinkt een beetje raar, maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Oké, nou, ik vond dat wel even genoeg over überhaupt de bevalling en de geboorte. Daar heb ik het nu naar mijn idee lang genoeg over gehad. En vooral ook in die vorige video. Dus ik ga weer even verder met een aantal andere vragen. Waar? Oh mijn god. Nu ben ik zo'n YouTuber met een kat, weet je wel. Alle YouTubers hebben altijd katten of een huisdier of een hondje, weet je wel. Dat ze dan altijd in die video's leuk doen. En ik heb dat niet. Ik heb alleen Lars. Ben je ook op YouTube? Hi, kattenvloggie. Wat is je favoriete stad? Ik denk om in te wonen Amsterdam. Wat is het kutste aan moeder zijn? Nou, mag ook wel benoemd worden. Nee, het kutste is misschien minder slapen dan dat je voorheen deed. Maar bij mij is het contrast gewoon heel groot. Want eerst sliep ik gewoon nachten van 12 uur. En nu nachten van 4 uur. Dus dat is gewoon een groot verschil. Wat waren je andere babynamen ideeën? Dat ga ik niet zeggen, want mocht het ooit zo lopen dat er nog één komt, dan vind ik die namen nog steeds leuk. Had je verwacht dat Sarah Lissie zoveel op jou zou lijken? Nou, nee, maar ik had ik vond het aan het begin ook wel, maar ik vind dat steeds minder. Dus eerst zag ik het ook wel, maar nu zie ik het niet zo goed meer. Ga jij en Lars trouwen? Nou, die vraag die moet je aan Lars stellen, of hij dat aan mij wil stellen. Dus, is er een eigenschap aan jezelf welke je echt niet zou willen zien bij kleine Momo? Ja, echt genoeg. Luiheid wil ik niet terugzien. Zo grof in de bek zijn wil ik niet terugzien. Sigaretten roken wil ik niet terugzien. Er zijn weinig dingen die ik voor mezelf terug zou willen zien in mijn kind. Nee, mijn ongeduldigheid wil ik graag niet terugzien. Hoe ik vroeger omging met mijn kamer opruimen, dat deed ik dus niet. Dat wil ik ook niet terugzien. Hoe ik omging met leren, wil ik ook niet terugzien. Maar goed, we zullen zien. Daar heb je wel natuurlijk een deel invloed op, maar ook een groot deel niet. Zou je het nog een keer doen, een tweede kind, als je puur kijkt naar de bevalling? Nou, als ik echt puur kijk naar de bevalling, zou ik dat nooit meer doen. Maar dat is het hele ding van een kind krijgen. Is die bevalling is uiteindelijk maar zo'n ding van allemaal mooie momenten. Dus eigenlijk, ja, puur op een bevalling zou denk ik niemand ooit nog een kind nemen. Maar het gaat juist om alle dingen die het met zich meebrengt, waardoor mensen er dus wel voor kiezen om nog voor een tweede of een derde of een vierde of een vijfde of een weet ik veel wat te gaan. Kijk jij ook altijd eerst naar je drol voordat je hem doorspoelt? Nou, dat doe ik helemaal niet. Nee. Ik kijk alleen als ik heb doorgespoeld of er niet nog remsporen in het toilet zitten. Kijk jij naar je drol? Ja, soms wel. Ja? Ja. Waarom? Kijk, niet doorgaan. Oh, of er bloed aan je poep zit of zo. Ja. Nou ja, als je op bent geweest en denk ik, Jezus Christus, hoe moet het zo?
Nou, ik heb wel, als het echt lijkt alsof het er niet uit kan komen, dat het zo heftig is, dat ik denk, jeetje, even kijken hoe en wat. Ja. En ik heb het soms ook als ik echt van die kleine schattige keutertjes heb, dat ik denk, oh, dat wil ik ook wel even zien. Wat mis je het meest aan de tijd dat je nog geen moeder was? Ik denk de spontaniteit. Je kunt namelijk niet... Ik weet niet, je staat er niet bij stil dat als je geen kind hebt, dat je ieder moment tegen je vriend kan zeggen, bijvoorbeeld als je op de bank zit, van kom, we gaan nu naar de bios. Of kom, we gaan nu even dat. Dat kan gewoon niet meer als je een kind hebt, tenminste aan het begin niet. Want ja, dit is gewoon zo'n geregel. En ik denk niet dat je de bios in wordt gelaten met een pasgeboren kind. Waarom verhuizen jullie niet terug naar het gezellige Rotterdam? Ja. Zit wat in? Nee. Misschien gebeurt dat wel. En Lars FaceTime me, dus ik denk dat het klaar is met de Q&A. Hi. Ik had een vraag voor je, want ik ben een Q&A aan het filmen. Ah. Wil je niet zo kraken? Wacht even. Ja? Moet ik wachten? Ja, wel, hè? De vraag was, gaan wij trouwen? Ben jij? Ja, ik. In Nederland of buitenland? Ja, buitenland natuurlijk. Okay. Ik wil ook het vragen organiseren. Wil je het ook zo vragen misschien? Ja, wil jij anders gewoon alles? Ja hoor, ik trouw al met je wijfie. Ja, maar daar heb ik je sowieso voor nodig, want Monica wil geen grote bruiloft, ze wil alleen een zieke aanzoek. Ja. Ja, is goed. Ik ga een lekker bootje doen. Ik vertrouw jou niet. Mij niet? Jij gaat sowieso zoiets tegen Mo zeggen, zeg maar. Dat ze zich gaan voorbereiden. Helemaal niet. Nee, dat zou Daan echt niet doen. Want anders had ik ook geweten wanneer mijn baby shower was. Zodat ik niet in een groot mannen t-shirt aankwam. Ah, oké. Okay. Nou, het antwoord op je vraag is ja. Ja. Oké, kom je hierheen? Ik moet even langs één sponsor een beeldje wegbrengen. Oh. En dan, wacht even, want ik ren nu verkeerd. Oké, ik zie je later. Later. Kan dit, moet ik nou? Dit FaceTime gesprek is over. Nee, nog niet. Wacht. Ik ben er. Hallo, ben je er? Hallo, ik ben er. Maar, we zijn nu straks thuis gewoon. Ja. Gaan jullie weg? Nee, we zijn er. Met zessen? Nee, ze lult uit de nek. Oké, tot zo, doei. Tot zo, doeg. Zo. Hij doet precies hetzelfde als Pieter, want dan heeft hij niks meer te zeggen. En omdat hij zich verveelt in de auto, ja, gaat hij dan... Nee, Zijn jullie straks thuis? Ja, nee, anders zegt het niet tot zo. Want als je hier aankwam en we waren niet thuis, dan drukte ik de bel en deed er niemand open. Ja, dat weet ik natuurlijk. Maar ik had dat ook vanochtend. Toen ging jij zei, ja, ik heb nu mijn telefoon nog. Toen ik wilde nog FaceTimen met jou. Maar goed, dit is wel het einde van de vlog. Ik hoop dat er nog een beetje iets van terecht is gekomen. Het spijt me zeer dat het zo belabberd was. Ik ga mijn best doen voor volgende week. Ik heb geen reet op de planning staan, maar ik beloof dat het een leukere vlog wordt. Doei!